Mijn naam is Aukje Lausberg. Ik ben ambtelijk secretaris voor de beweging Radicale Vernieuwing Verpleeghuiszorg. En vandaag woon ik het congres bij van Regels naar Relaties en van Leven Zoals Je Wilt. En ik ga dit filmpje maken om erachter te komen hoe het is als cliëntvertegenwoordiger om dit congres bij te wonen. Hallo Loes. Nou, dag Aukje, hoe is het met je? Het gaat goed. Wat fijn dat je mee wil werken aan deze vlog. Ja, ik doe het graag. En van welke cliëntenraad bent u dan lid? PZC, dat is een verpleeghuis Krabbehof. En dat is in Dordrecht? Dat is in Dordrecht, prima. Ja. Kun jij vertellen wat je vandaag komt doen op dit congres? Nou, ik ben voorzitter van de Centrale Cliëntraad. Maar wat ook heel belangrijk is, ik ben lid van de Decentrale Cliëntraad. En dat is eigenlijk, vind ik zelf, nog veel belangrijker. Want wij zien dus wat er gebeurt op de werkvloer en hoe het met onze bewoners gaat. Dus ik kom kijken wat de meerwaarde is dadelijk voor onze bewoners als ik hier wat van op kan steken. En wat vond je dan interessant aan de lunch? Wat neem je daarvan mee? Nou, ik heb gesprekken gevoerd met een directeur, met een manager, met verpleegend personeel. Daar neem ik zoveel van mee dat hun een hele andere kijk op bepaalde dingen hebben. En je bent natuurlijk gewend een bepaald idee te volgen. En dan zie je dat het ook misschien wel anders zou kunnen. Dus dat vind ik wel heel belangrijk, dat je een beetje open beeld krijgt van hoe het ook kan gaan. Of hoe het eigenlijk misschien wel moet gaan voor de bewoners. Want dat is het belangrijkste. Hoe zou het moeten gaan? Nou, ik denk dat het moet gaan dat mensen meer zeggenschap hebben. Daar zijn we natuurlijk heel prat op, maar wat is zeggenschap? Medezeggenschap? Dat is ook nogal een dingetje. Ik vind dat mensen moeten gelukkig kunnen zijn in het leven wat ze moeten leiden. Dus ook het leven in een verpleeghuis is natuurlijk heel vervelend, maar ze moeten ook wel een klein beetje geluk kunnen hebben. En dan moet je gewoon de mensen in promoten, vind ik. Wat bedoel je daarmee, promoten? Nou, dat je mee moet gaan met wat mensen graag zouden willen en kijken of dat het inderdaad ook kan. En wat ik vanochtend ook hoorde, het is ja, maar het kan misschien wel niet heel makkelijk gaan, maar probeer gewoon de dingen die mensen graag willen, probeer dat gewoon te volgen. Dus dat is belangrijk. Als mensen graag witbrood eten zonder een korstje, dan moeten ze dat kunnen krijgen en niet drie keer om moeten vragen. Dus dat vind ik gewoon een heel klein gek voorbeeld natuurlijk. Ja. En dat vind ik heel belangrijk. En is dat iets wat je na vandaag beter kan doen? Of hoe je jouw collega's kan inspireren? Ik kan het niet. Kan het niet. Maar ik kan het wel doorgeven aan hoe ik dit ervaren heb en hoe we misschien daar wat aan hebben. Want dat is natuurlijk het belangrijkste, dat ze er wat mee kunnen. Dat onze bewoners het fijn vinden om bij ons te wonen. En wat is dan anders aan die lunchtafelgesprekken? Dat je... vind ik persoonlijke gesprekken, dat vind ik in een kleinere setting. Dat vind ik wat directer. Dan kan je makkelijker met mensen een vraag stellen. Je stelt een vraag. Als meneer Van Oem op het podium zit, dan kan ik niet aan hem vragen van God, ja, hoe denk jij daar nu over? Of dat doe je dan niet, want je zit met 300 mensen. Ja, maar nu kan het wel. Nu kan het wel, maar ik zie meneer Oem niet. En nu weet ik even niet. Nou, dan kunnen we ik wil wel graag weten of wat hij eraan kan doen. Of dat hij er inderdaad wat aan kan doen als ik hem ga bestoken met de e-mails. Okay. Hoe ik het zelf graag zou willen. En of dat ook mogelijk is. Dus dat vind ik wel belangrijk. Dus als je hem een e-mail zou sturen, of daar daadwerkelijk wat mee gebeurt? Ja, of een antwoord. Want dat vind ik sowieso belangrijk. Oké. Okay. Ja, dat was heel goed. Er waren heel veel verschillende mensen. Er was een arts, er was iemand van de Raad van Toezicht, de EVV'ers, managers. Er was van alles en nog wat. Een mevrouw van de zorgkantoor was er. Dus we waren met een hele diverse diversiteit. En we hebben overal over gesproken, over hoe de zorg in een verpleeghuis eraan toe gaat. En alle regels die eigenlijk geen regels meer zijn. Die moeten gewoon
Die moet gewoon geminimaliseerd worden, want als dat niet gebeurt, dan vervallen we altijd weer in het oude. En als je dus iets nieuws wil, dus een radicale vernieuwing, wil dus zeggen dat we het echt moeten vernieuwen. En dat we van onderaan moeten beginnen. En dat zal moeilijk zijn. Aan het begin vroeg ik jou, wat kom je vandaag doen? En toen zei je, ik hoop dat ik iets van waarde mee kan nemen voor de cliënten. Heb je dat? Is dat gelukt? Dat is wel gelukt. Ik moet het nog heel erg op een rijtje zetten, maar het is wel gelukt. Maar ik heb er wel een goed gevoel bij, omdat het heel divers was vandaag. Het was gewoon heel veel en heel divers. En ik heb met heel veel verschillende mensen gesproken die allemaal dezelfde inzet hebben als ik. Ik wil gewoon dat het met de bewoners goed gaat. En dat willen al die andere mensen ook. En daar gaan we voor. Dankjewel. Alsjeblieft.